van alles wat we dus de afgelopen periode ja, vertel. Ja, precies. Jullie weten dat ik, wij, ons, jullie morgen wat gaan ophalen. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 22 juni 2022 en het is 11:55 in de middag. En ik ga vandaag wat ophalen, maar wat krijgen jullie pas morgen te zien. Want dat heeft allemaal te maken met de dag van morgen. Dus wij wensen jullie wel sowieso voor weer voor vandaag. Heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. En toen liep ik lekker buiten. Ja, ga maar zwemmen, schat. Mag van mij. Ga maar zwemmen. Ga maar zwemmen. Go. Ga maar kijken. Kom maar. Hi. Nou, we zitten weer in het... Je totertje. Totertje, zoals Ro dat dus altijd lekker zegt. Heerlijk. Op zijn manier. Maar we zijn dus ook weer vandaag achter de schermen bezig. Ik kan nog niet zoveel vertellen. Nee. Morgen, wat de grand, help even. Ja, opening. De grand opening, ja, daarvan. Van alles wat we dus de afgelopen... Periode. Ja, vertel. Ja, precies. Vooral jij namelijk. Achter het scherm, ik kan wel eens zeggen, het scherm staat hier achter. Kun je niet zien, het is een onzichtbaar scherm. Ja. Maar daarachter gaat het allemaal gebeuren. Ja. Dus ik hoop dat jullie benieuwd zijn. Ik ben al sowieso blij. Want ik weet wat er al gaat gebeuren. Ja. Maar jullie nog niet. Achter het scherm is dat allemaal geregeld. Ja, inderdaad. Wat er al zegt, inderdaad. Achter het scherm is alles al geregeld. Maar alleen voor jullie nog is het gewoon een hele grote verrassing. Dus dat is alleen maar weer fijn en leuk. Dus straks even naar mij vloggen wat daar is gedaan. Ja, straks. Maar eerst eventjes. Dit. Dan even naar de dierenvoedselbank. Ja. Dan nog even naar de mal. Om daar ook nog wat te doen voor morgen. Ja, tanken. En nog voor jou vertanken inderdaad. Ja. Dat is een hele goeie. Er zitten maar 300 kilometer in de tank. 290, ja. Ja, dus... Dus ach ja, maar dat maakt niet uit. Dus wij gaan nu even dit even regelen, want daarvoor heb ik deze papiertje bij me. Deze moet ik laten zien. Zo, ze kijkt niet eens. Precies. Met aangepaste snelheid. Is dat voor een mal hoedje? Ja, dat is leuk. Een mal hoedje. Ja. Dus maar keurig voor jou. Moet daar 50 rijden. Complimenten. Reed al 20. Complimenten. Compliment op zich. Ja, toen ben ik nog naar 20 getrapt, want ik zag al kinderen met fiets, et cetera. Complimenten. Dus wat zeg je dan? De complimenten terug. Nee, wat zeg je dan? Oké, dankjewel. Oh, dankjewel. Goed zo. Goed zo dat je zegt, dus een keertje dankjewel. Top, helemaal goed. Dus wij gaan dus nu even dit regelen en dan zien jullie morgen de rest waarvoor dit nodig is. Hi. Kom mijn rijbuis ophalen. Zo, lekker even in het trappenhuis. Lekker koel inderdaad, heerlijk. Hé, hondenkrappen niet stilstaan. Nee, dat ook.
Dus, en dan ga ik hier naartoe. Ik ga dan niet zeggen waar naartoe. Nee, dat ga ik niet doen. ook dat. Lekker rustig inderdaad hier, man. Doe jij hem open, want dan ga ik achteraan, zeg maar. Oh ja! En dat is de Jumbo, want die kant is handig. Jumbo aan die kant. Yes. Ik zie je zo daar. Oké, tot zo. Hij moet even zeiken, zoals altijd. We gaan weer even kijken bij de bak, bij de bak, bij de bak. Het is iets redelijker voller dan gisteren, ja. Iets voller dan gisteren, ja. Wat? Nou, dus lief. Doe ze lief. Mot ik niet. Hof ik niet. Die gyrosreepjes waren wel lekker. Zijn ze warm? Nee. Gyrosreepjes. Hebben we niet nog meer gyrosreepjes? Ja, nee, tof. Kijk, gyrosreepjes. Yes. Lekker. Nee, dat zijn kip nog wat. Ja, dat is ook kip en dat hoef ik niet. Kip. Ja, kip. Ja, nog meer kip. Dus. Dat is anders. Ja, nou, hoef ik ook niet. Mooi, best, top. Haha, yep. Dus. Ben je blij met mij? Ben je trots op mij? Ik ben blij voor jou. Oké, dat is mooi. Denk je dat toch? Oké. Trots ben ik ook weer niet. Dat verkeerd zijn. Waarom ben jij niet trots? Waarom is dat verkeerd? Eén van de zeven hoofdzonden. Trots. Pride. Ah, wel nee, ja. Joh. Wel. Jullie moeten van Ro helemaal niks aantrekken tegenwoordig. Nee. Die is zo zot als een deur. Kijk, schat, ik zal even mijn dingetje pakken wat ik lekker vind. Dat is, moet ik even kijken welke dat ook weer was. Kijk, schat. Waar ben je? Schat, kom alsjeblieft. Even normaal doen, alsjeblieft. Kijk, deze vind ik wel lekker, deze chocola. Maar ik vind deze dus niet lekker. En deze staan nog drie veel in mijn koelkast. Mag jij opeten, deze. Deze, ja. Ik kan dat niet echt aan wennen, zeg maar. Dan wil ik hier even liever wat van hebben. Drie of zo. Oh, dat is een idee. Ik doe wel even vier, prima. Ik heb genoeg. Deze vind ik wel lekker. En deze mag ik ook hebben. Ja, dus dan gaan we die maar even doen. Toen ging ik weer action in. Ja, zoals altijd gewoonlijk tegenwoordig. Action inlopen, ja. Dus, even kijken voor mama. Of ze die bekers weer hebben voor mama. Erg handig. Zo. Even tussendoor kunnen. Vanzelf. Dat is handig. Geduld is gewoon een zaak. En nou kan ik door. Kijk, hartstikke handig. Ik denk niet en als dat hebben. Nee, nog niet. Dus mijn moeder heeft even lekker nog pech met die dingen. Nou, dan ga ik even kijken voor mijzelf. Voor op het balkon. Alleen even kijken of ze het waar zouden hebben. Hier, eens even kijken. Parasols hier niet. Nee. Hier nog panade en toot. Gewoon een normale, simpele parasol heb ik nodig. Weet je, gewoon een simpele, normale. Kleintje. Maar ik weet niet of die hebben hier op dit moment. Dat was even de vraag. Nou, ik ga dat vragen. Ja, we zitten eens een keertje lekker gezellig samen. Zo. Aan het water. Aan het water. Kijk maar lekker aan het water. Niet in het water, maar aan het water. Ja, precies. Maar jullie weten dat ik, wij, ons, jullie morgen wat gaan ophalen. Ja. Hoeveel tijd zit er nog tussen nu en morgen? 16 uur, 5 minuten en 40 seconden nu. En het is nu dus ook bijna 5:55 in de avond. Dus ben je een hele grote rekenwonder? Ik zou zeggen, laat dan even hieronderin weten hoe laat dat is. Hoe laat het was eigenlijk, zeg maar. Zou het gaan worden? Misschien. Mogelijkerwijs. Ja, precies. Mogelijkerwijs optioneel geweest zou kunnen zijn, mogen worden. Ja, precies. Dus heb je nou ongeveer een idee? Als het dus nu 17:55 is en dan over hoeveel uur? 16 uur. 5 minuten. Minus. Precies. En dan nu? 16 uur en 5 minuten. Dus ben je niet te laat mee. Ik zou zeggen, reken uit als je een hele goede rekenwonder bent.
bent A. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!